Hallo meneer. U bent arts? Ja. En u wilt graag wat tips geven aan onze kijkers, nu ze steeds meer uit de quarantaine komen. Zeg ik dat goed? Nee, kijk, het zijn vooropgesteld, het zijn rare tijden. Iedereen is wat gespannen, dat merk je. Ik heb het zelf ook wel, van hoe ga ik ermee om? Hoe stel ik me verantwoordelijk op in deze COVID-19 periode? Wat ik merk is dat veel patiënten zich zorgen maken over je bewegen in het openbare leven. En stel je voor, je hebt een hooikoorts of je moet niezen of je hebt allergie of stofallergie. Kan ik nog wel niezen in het openbaar? Nou ja. Wat het RIVM aangegeven heeft is ook, dus moet je niezen, doe het dan in de binnenkant van je elleboog. Dus dat is een goede methode. Een ander ding wat ik kan meegeven is, je kunt een nies ook, voordat hij zeg maar zich uit, kun je hem tegenhouden. Er zijn 3 methodes voor. De eerste is het masseren van het neusbruggetje. Als de nies opkomt, dan zul je zien, dan verdwijnt hij. Ja, dus licht masseren hier op het brugje van je neus, dan verdwijnt de nies. Tweede is het punttong, ja, tongpunt. Tegen het zachte gedeelte van het verhemelte drukken. Dus tegen het zachte gedeelte van het verhemelte. Nies komt op. En de derde methode is maken van je tong een gehaktbal. Ja. Zit je in de trein met de trein of de bus en je voelt er niets op komen, maak van de tong je gehaktbal. Ja. Ja. Dus niets komt op. Binnenkant van je elleboog. Of een gehaktbal. Of